Koninginnedag zonder grote feesten doen. Maar hier op het Java-eiland heeft Sam FM er toch een geslaagd feestje van weten te maken. Hoe vet is het om hier op te treden? Ik vond het heel gezellig. We speelden het nummer wolken, maar er was geen wolkje aan de lucht om naartoe te wijzen. Ik denk dat mensen het even lekker vonden om een beetje, even 10 bpm terug te gaan om straks weer vol gas te geven. En wat had je gedaan als je vandaag niet hoefde op te treden? Dan stond ik waarschijnlijk thuis met een biertje. Een beetje met mijn dochter door de buurt lopen, dat soort dingen. Zelf bij, hè? Is het Vondelpark nou echt de place to be vandaag? Oh, ik heb geen idee. We lopen hier eigenlijk random heen. Ja, we missen het grote feest op Museumplein. We gingen eerst zo slim en verder, maar dat was vol, dus ja. Wij komen uit Groningen, maar het is niet zo leuk als hier, eigenlijk. En waarom zijn we naar Amsterdam gekomen? Eén grote gekte. Vandaag? Feestje in de Jordaan, waar een Spaans feestje op een brug was heel leuk. Ja, gewoon een beetje muziek in de zon, fijn weer. Super lekker, hoor. Ja. Waarom ga je naar een grote feest in de stad? Ten eerste is het niet meer in de stad. En ten tweede is het eigenlijk een feestje wel leuker. Want iedereen komt er wel bij. Ja, het ziet er goed uit. Ja, toch? Wat ga je vanavond nog doen? Naar huis en slapen, want morgen moeten we werken. Ach, hebben we geen feestje meer vanavond? Nee, ik denk het niet, nee. Vinden jullie het jammer dat er niet meer echt een groot feest is in de binnenstad? Nou, dat 538 of zo zou ik ook niet heen gaan als dat er was. Want het is zo druk. Dat, ja. Maar deze feestjes zijn denk ik ook wel heel druk. Leuker. Ik bedoel, gezelligheid wat kleiner. Ja. Groningen!